En dit was het RTL Nieuws van 19:30. En dit was ook meteen jouw laatste uitzending, Roelof. En ja. Man, wat gaan we je missen. Je bent een absolute vakman, een fantastische collega. De beste partner die ik me kon wensen. Dank je wel voor je inspiratie, voor je mooie gesprekken, voor onze mooie discussies, soms samen, soms met anderen. Voor het er zijn op belangrijke momenten. En bovenal voor je gezelligheid en je humor. Want wat hebben we veel gelachen ook. Ja, na 23 jaar laten we je gaan. Vooruit dan maar. Maar het is niet van harte. En ik wil dat je, ik weet dat jij ook heel graag nog iets wil zeggen. Maar eerst moet je hier nog even naar kijken. Goedenavond. De vuurwerkramp in Enschede heeft tot nog toe aan 17 mensen het leven gekost. Nou ja, de plechtigheden zijn er wel zo'n beetje voorbij, maar ik denk dat Pim Fortuyn nog lang niet vergeten is. Het lijkt erop dat u zojuist in uw eentje het kabinet om zeep heeft geholpen. Nou, dat is niet het geval. Het was een Russische bom, maar de Russen ontkennen dat ze hem hebben afgevuurd. En Stan? Ja, die krijgen we er helaas nooit meer terug. En op onze website vertelt onze correspondent Jeroen Akkermans hoe hij deze zaak beleefde. Oh, oh. Om 22:00 was daar plotseling de premier. Stof. De premier weet nu ook hoe warm en hoe stoffig het is hier in Tarinkot. We zijn getuigen geweest van iets heel bijzonders vanmiddag. We hebben meegemaakt hoe het land stil was, 4:07. Dan is het tijd. De premier wordt opgehaald. En op het kamp keert de realiteit weer terug. Onze volgende uitzending. 22:50. Goedenavond. 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 Fijne avond. Graag tot dan. U ziet dat dit helemaal fout gaat. We houden mee op. Morgen zijn we er natuurlijk weer met uitzendingen om 6:00, 19:30 en laat op de avond. En ik beloof u, die gaan beter. Fijne avond. Tot straks. Ja, Daphne, dankjewel voor je lieve woorden. Jongens, bedankt voor dit filmpje. Die herinneringen, wauw. Het is, nou ja, ik wilde zelf weg bij RTL Nieuws. Maar afscheid nemen, ik ben er niet zo goed in, merk. Ik ben al weken bang voor dit moment. En terecht, ik sta te trillen op mijn benen. RTL Nieuws was 23 jaar lang een groot deel van mijn leven. Ik heb hier vrienden en liefde gevonden en ook verloren. Het was meer dan een baantje. Het was de frontlinie van het nieuws en ik vond het schitterend. Maar waar ik vooral trots op ben, is dat u, dat jij naar me wilde kijken en luisteren. Dat je me vertrouwde, dat je ons vertrouwde. Bedankt daarvoor. Ik vond het een eer. Maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen en die gaan niet komen als ik niet beweeg. Dit was het. Dag. Ja, dit was hem echt. Voor jou. Onze volgende uitzending is om 22:50, direct na RTL Late Night. Heel graag tot dan. Goedenavond. Mm. Hier, bloemen. Oh. Oh.